ga heel graag naar de samenkomsten van Hart voor de Krimpende Waard. Ik vind het gewoon heel mooi interactief ook. Iedereen, je mag er zijn. Voor mij is het echt een nieuwe familie. Iedereen die is hier echt omdat ze Jezus willen aanbidden. Absoluut staat dat bovenaan. Ik zo mooi aan de samenkomsten vind dat er een cultuur is waar liefde en vrede heerst. Waar mensen van allerlei achtergronden samenkomen om God groot te maken in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Een fijne, hechte groep mensen is waar ik me heel erg thuis bij, op mijn gemak voel. De diensten zijn heel toegankelijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen vind ik ook heel erg fijn. Ja, met elkaar, we gaan met elkaar zingen, we gaan echt de diepte in, de Bijbel gaat open en er is ruimte voor getuigenissen. Vind ik gewoon het bij elkaar samenkomen als gelovigen, de dingen delen met elkaar, wat je bezighoudt, maar ook gewoon elkaar bemoedigen, aansporen om God te zoeken en elkaar aan te sporen om in alles Hem ook te vinden. 10.000 redenen, dat zijn dus echt mijn favoriete lieden. En als ik het wil zeggen, mag ik het ook gewoon zeggen. Hart voor de Krimpende Waard is ook echt gericht op eenheid onder christenen onderling, zeg maar. En dat willen we ook vormgeven door middel van jongerenavonden waar we jongeren bij elkaar komen. Volwassen mensen bij elkaar komen, mannenavonden, vrouwenavonden. Ik ben heel nieuwsgierig wat Hart voor de Krimpende Waard doet en hoe de samenkomsten zijn. Dan zou ik zeggen, kom gewoon gerust eens langs. Ga het meemaken.